Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Want nu ligt de meeste bewolking nog boven de Noordzee. Maar die bewolking komt uiteindelijk boven ons land terecht. En dat betekent dat we met veel wolken te maken hebben. In de ochtend wat regen hier en daar en al vrij hoge temperaturen. En van het westen uit breiden de buien zich verder uit. Vanmiddag kan er ook onweer bij voorkomen. Er is kans op hagel, er is kans op zware windstoten. En de temperatuur daarbij ligt tussen de 9 en 11, lokaal misschien 12 graden. Maar bij die buien is het echt oppassen: waarschuwingwaardig weer. Vanavond ook nog wel, hoewel het langzaam wat rustiger wordt en de temperaturen ook gaan dalen. Graad of 7 in de avond. In de nacht zakt het kwik wat verder en kan het een graad of 3 worden. Dan morgen een dag met lagere temperaturen. 6, 7, misschien 8 graden. In de ochtend vooral langs de kustenbuien, in de middag met name ook in het binnenland. En er is nog steeds kans op een klap onweer en misschien ook wat hagel daarbij. Woensdag, donderdag en vrijdag. Het blijft een heel wisselvallige week deze voorjaarsvakantie voor veel mensen. Met temperaturen die uiteindelijk wel weer oplopen naar 10 graden. Bewolking heeft vaak de overhand en geregeld valt de regen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.